Goedemorgen, het is vrijdag, laatste dag van de schoolweek, daar ben ik heel blij om. Ik heb vandaag aan deze top van Friends Connection broek van Fifth House. En ik ga deze sneakerwedges weer aandoen van Guess. En ik moet wel lachen, want de vlog van gisteren had ik ze dus ook aan. En dat was de dag dat ik heel druk was met de voorbereidingen voor de bruiloft. En iedereen denkt dat ik van mijn geloof afgestapt ben. Maar deze schoenen hebben gewoon 9 centimeter hak. Alleen zit het erin en zie je het niet zo. Maar ik weet niet, ik kan gewoon niet zonder mijn hakken. Ik vind het niet fijn lopen. Ik ben het gewoon zo gewend. Dus wees gerust, ik ben niet van mijn geloof af. Ik loop nog steeds altijd op hakken. En anders loop ik echt op mijn blote voeten sokken thuis. Maar ik heb gewoon geen platte schoenen. Ik ben net naar de fysio geweest. Dat heb ik volgens mij eigenlijk nooit verteld. Maar ik ga zomaar één keer in de maand. Ik heb vrij snel dat mijn nek en rug echt heel extreem vast gaan zitten. Dan kan ik niks. Dus ik ga nu bijna 2 jaar gewoon één keer in de maand sowieso voor onderhoud. En dat gaat heel goed. Daardoor functioneer ik over het algemeen wel heel goed. En nu naar huis en het regent. En ik vind het stom. Het zou vandaag lekker weer worden en wat warmer en regen en het is gewoon, of nee, warm en droog en zonnig met af en toe een wolkje en het is gewoon koud en het regent. Dit soort momenten vind ik Nederland echt stom. En ik ben weer naar school en nu ga ik naar zwemles en ik ga heel erg mijn best doen en daarna gewoon hebben we het weekend. Echt, ik voel me zo oud. Sarah ligt op bed en Marcus de deur uit en ik zit gewoon in te kakken hier. Ik ben zo verschrikkelijk moe. Maar ik denk nog een beetje van vorige week. Ik ben heel de week alleen maar druk geweest en nu is het weekend en ik ga even slapen nu. Dat vind ik een heel goed idee van mezelf. Zo, dat was echt wel even heel prettig. En nu ga ik even wat gezonds eten. Dat had ik vanmiddag al klaargezet. Ik heb de afgelopen week zoveel ongezond gegeten. Dus ik heb aardbeidjes gemaakt voor mezelf. En ik denk als ze klaar zijn, dan ga ik niet iets ongezonds pakken. Dan pak ik dit. Want ik ben elke keer eigenlijk gewoon te lui om wat gezonds te maken. En ongezond pak je altijd gewoon. Echt. Ik ga ook lekker op tijd naar mijn bed. Maar het is echt al te vroeg. En dan word ik echt in de nacht wakker. En dan kan ik dan niet meer slapen. Dus ik moet echt niet gewoon nu al mijn bed ingaan. Ik bedoel, het is 9:15 nu. Dus. En dan heb ik toch weer honger. Dus ik heb weer een snack gemaakt. En ik heb wel geprobeerd enigszins wat gezond te blijven doen. Dus ik heb popcorn gemaakt. Ik moet gewoon echt die knop weer omzetten. Dat het gewoon weer lukt. Want nu, elke keer denk ik, ik ga het weer gezond doen. Ik ga gewoon weer helemaal gezond eten. En ik weet, als ik daar eenmaal weer mee begin, dan gaat het ook echt super. Maar ik krijg die knop gewoon even niet om. Ik was vergeten de vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.